Sony gehackt. Een ransomware groep met de naam Ransom.vc claimt dat ze Sony hebben gehackt en verkoopt de data die ze hebben verkregen nu online. Er is al wel wat data online geplaatst door de groep, zodat je kan zien als koper wat je nou zou kopen. Het gaat hier dan om een interne loginpagina, wat JavaScripts en een presentatie. En in totaal zou het dan gaan om iets minder dan 6000 files. En wat er precies op die bestanden staat, dat is ook nog niet bekend. De groep heeft een deadline gesteld op 28 september, en als er voor die tijd niet betaald is, dan willen ze dus alles openbaar online gaan zetten. Nou, is Sony al een keer eerder gehackt. Dat gebeurde in 2011. En toen werd de persoonlijke informatie van 77 miljoen PlayStation Network-gebruikers online gedeeld. En daardoor ging het PlayStation Network 23 dagen offline. Nou ja, of je nu meteen in paniek moet raken, dat is allemaal nog onbekend. Maar ik hou je natuurlijk op de hoogte. En wil je dit allemaal niet missen, volg dit kanaal. Dan weet je precies wat je straks eventueel moet of kan doen.